Hey, super dat je kijkt naar deze korte introductievideo over Luisterrust. Luisterrust is de Nederlandstalige meditatie-app speciaal voor mensen die last hebben van angst en paniekklachten. In deze video ga ik je uitleggen hoe je een account kan aanmaken bij Luisterrust, hoe je kan inloggen en niet alleen dat, natuurlijk ook hoe je de app kan gaan gebruiken en al deze meditaties kan gaan luisteren. Of je nu last hebt van angstige gedachten, gevoelens, symptomen, Luisterrust gaat jou helpen om te herstellen van angst. Want jouw herstel van angst zit hem niet in proberen te ontspannen waar de meeste meditatie-apps zich op focussen. Nee, jouw herstel zit hem in jouw relatie met de angst te verbeteren. Want hoe beter jouw relatie met je angst is, oftewel hoe beter jij op je klachten reageert, hoe meer klachten naar de achtergrond gaan. En daar is Luisterrust voor. Laten we even kijken. Nou, supergoed, je hebt de app geïnstalleerd en dan komen we bij de eerste stap aan. Hoe zorgen we ervoor dat je een account hebt en dat alle meditaties aansluiten op jouw specifieke angstklachten en behoeften? Ten eerste vullen we gewoon eventjes onze naam in. Hoppakee. Nou, Wouter, dat is mijn naam. Vul even je eigen naam in. En dan gaan we naar het tweede scherm. En hier kan je je doel aangeven. Waar kunnen wij jou mee helpen? Is het ontspannen, angst, beter slapen, gedachten, paniek, symptomen, hulp om naar buiten te gaan? Autorijden, ziekteangst, sociaal angst of vakantie, de realisatie en misselijkheid. Nou, bijvoorbeeld ontspannen, paniek en naar buiten gaan. Dan klik je op volgende en dan maak je een wachtwoord aan. En wanneer dat is gelukt, dan kun je meteen starten met het luisteren naar de meditaties binnen Luisterrust. En momenteel kan je gebruik maken van een trial van 7 dagen. En dat betekent dat je voor 7 dagen lang toegang hebt tot alle premium meditaties binnen Luisterrust. En als het je bevalt, kan je hierna de keuze maken om te upgraden naar premium, zodat je voor altijd toegang hebt tot alle meditaties, waar dan ook, wanneer dan ook en met wie dan ook. Je hebt altijd een veilig gevoel binnen handbereik. En de reden dat we ook een premium versie hebben is zodat we de app live kunnen houden, kunnen uitbouwen qua functionaliteiten en niet alleen dat, dat we nog heel veel meer meditaties kunnen laten maken, zodat de meditatie-app steeds verder aansluit op waar jij naar op zoek bent. Laten we eens kijken naar hoe het homescherm er dan uitziet. Wanneer je de app hebt gedownload en je hebt een account aangemaakt, dan verschijn je op het homescherm. Op het homescherm vind je allerlei meditaties die aansluiten op waar jij naar op zoek bent. Bovenaan zie je bijvoorbeeld de meditatie Even mijn stressemmertje legen. Bovenaan vind je iedere dag een unieke meditatie die anders is dan de dag ervoor. Daarom is het ook een aanbevolen meditatie die aansluit op waar jij naar op zoek bent. Hier kan je op klikken en je kan ook de duratie instellen, nou 9 minuten of 20 minuten. En je kan altijd eigenlijk kiezen tussen een korte of een lange meditatie. En dat is heel belangrijk, zodat je altijd kan mediteren, ook al heb je weinig tijd. Onder de aanbevolen meditatie vind je de categorie Even ontspannen. En dit is ieder moment van de dag een andere categorie. In de ochtend is het start je dag, 's middags is het eventjes ontspannen en in de avond is het fijn naar bed. Zodat als je de app opent, heb je meteen waar je naar op zoek bent. Nu komt er iets heel unieks en alle meditatie-apps die zijn gericht op ontspannen en tot rust komen. Maar zoals ik al zei, jouw herstel van angst zit hem in hoe goed jij reageert op je klachten. Hoe goed ga je ermee om? Want hoe beter jij ermee omgaat, hoe meer die klachten naar de achtergrond gaan. Daarom hebben we de categorie Help en dit is uniek bij Luisterrust. Laten we daar eens even op klikken. In de categorie Help heb je allerlei meditaties die jou helpen om door een angstig moment makkelijker heen te komen. Bijvoorbeeld als je wil opgeven of je een terugval hebt. Als je ergens bent en je hebt het gevoel van ik moet hier weg. Ik heb paniek, ik verlies de controle of mijn gedachten racen. En er komen ook nog heel veel meer nieuwe meditaties bij. Wanneer het je bevliegt of je hebt bijvoorbeeld paniek, dan kan je deze meditatie luisteren en je klikt op play. Waarschijnlijk voelt het nu voor je alsof je zoveel angst hebt dat je de controle kan gaan verliezen. Kijk, super waardevol en dit zijn allemaal meditaties die jou helpen om door een angstig moment heen te komen. Gaan we weer terug en dan zie je hieronder wat heb je nodig. Kan kennis zijn over de vrijheid van angstmethode. We hebben ook allerlei soorten muziek om te ontspannen of bijvoorbeeld in slaap te vallen. En niet alleen dat, ook heb je onderaan een aantal thema's. En dit is wat Luisterrust nog verder uniek maakt. Laten we eens gaan kijken naar wat deze thema's precies zijn. Wanneer je in de bibliotheek komt, dan zie je bovenaan wat heb je nodig. Nou, dat kan ontspannen zijn, misschien een meditatie uit Help, muziek luisteren of bijvoorbeeld kennis opdoen over de vrijheid van angstmethode. Wanneer je verder naar onder gaat, zie je allerlei categorieën met allerlei specifieke angsten. Bijvoorbeeld angst, paniek, angstige gedachten zoals intrusieve gedachten, start je dag, even ontspannen, categorie Help, fijn naar bed, angstige symptomen, meditaties die je helpen om naar buiten te gaan, meditaties die je helpen om auto te rijden, muziek, meditaties voor als je op vakantie bent of je vindt het spannend om te gaan vliegen, derealisatie, sociale angst, ziekteangst, kennis en ook misselijkheid. En in deze categorieën vind je allerlei meditaties die jou kunnen helpen met jouw specifieke klacht.
Bijvoorbeeld als je klikt op, laten we eens kijken, paniek. Kom je op de categorie paniek uit en je ziet allerlei meditaties specifiek voor paniek. Hoe reageer je op paniek? Hoe kan je die golf over je heen laten komen? En hoe kan je goed reageren? En wat doe je als je een paniekaanval hebt? Je zet de meditaties op en ik of iemand anders leiden jou helemaal door het angstige moment heen en helpen jou met goed reageren. Het zijn hele krachtige en fijne meditaties die jou helpen om door het angstige moment heen te komen. En ik kan heel lang blijven vertellen over wat voor meditaties er zijn. Ik zal het nog een beetje laten zien. Nou, als je bijvoorbeeld een angst hebt voor blozen, dan ga je naar angst voor blozen, luisteren en ik help je door het angstige moment heen. Niet alleen dat, derealisatie, ademnood, trillen, flauwvallen, zwakke benen, angst voor slikken. Noem het maar op, allerlei meditaties die jou helpen om niet alleen te ontspannen, maar ook om goed om te gaan met je angstklachten, om zo te herstellen. En dan vraag je misschien af, oké, waar zijn deze meditaties dan op gebaseerd? Al deze meditaties zijn gebaseerd op de vrijheid van angstmethode, die de afgelopen jaren meer dan 450 mensen hebben gebruikt om van hun angstklachten af te komen. Inclusief ikzelf, omdat ik ook heel veel last heb gehad van angst en paniek. Wat je in luisterrust absoluut niet gaat vinden zijn alleen maar meditaties om te ontspannen. En dat is ook de fout die de meeste meditatie-apps maken. Want als je last hebt van angst en paniek, dan is het super moeilijk om zomaar te ontspannen, te relaxen en je gedachten los te laten, want alles voelt next level intense. Je moet het hebben gehad voordat je weet hoe angst of paniek voelen. Het is echt niet alleen in je hoofd, maar je voelt je ook daadwerkelijk ontzettend angstig. Daarom is tot rust komen niet de manier hoe je van je angstklachten afkomt. En ja, we hebben een onderdeel, start je dag, even ontspannen en fijn naar bed om tot rust te komen. Maar het allerbelangrijkste onderdeel is hoe jij reageert op je angstklachten. Hoe ga je om met je angstklachten? Ga je steeds vechten, probeer er tegenin te gaan? Of ga je leren hoe je goed moet reageren? Want door goed te reageren gaan je angstklachten steeds verder naar de achtergrond. En dat is ook waar luisterers jou mee gaat helpen. Of je nu even wil ontspannen, je in één keer heel angstig voelt en een zelfverzekerde stem nodig hebt die jou door het moment heen leidt, of wil leren hoe je beter moet reageren op je angstklachten, luisterrust gaat jou helpen om dat te bereiken. Want alles draait binnen luisterrust om het legen van je stressemmer. En dat doe je deels door te ontspannen, maar voornamelijk door goed te reageren op je angst. Vechten tegen je angst vult je emmertje. Het meer over je heen laten komen en goed reageren, dat leegt je emmertje. En alles binnen luisterrust gaat jou helpen om je stressemmertje verder te legen. Want als je stressemmertje leger is, dan gaan je klachten ook steeds verder naar de achtergrond. En dat is waar luisterrust jou mee gaat helpen. Heel veel succes en dan ontmoet ik jou in luisterrust.